Schoolzwemmen voor het goede doel in het Van Manenbad in Rotterdam-Noord. Voor elke getrokken baan geeft het zwembad een dubbeltje aan de stichting van Martijn Zoeteman. De Barendrechter ijvert voor meer onderzoek naar MS, een aandoening aan het centraal zenuwstelsel, waar ook de moeder van Martijn aan lijdt. Ze is overwegend heel erg moe. Ze heeft de rechterarm is uitgevallen, dus ze is verlamd aan de rechterarm. In alle vroegte zwemmen Rotterdamse schoolkinderen voor het goede doel. Hun inzet levert rechtstreeks geld op voor onderzoek naar MS bij kinderen. En hoe werkt dat? Want jullie zwemmen baantjes en dan? Ja, dan moet je op de bel drukken voor die 10 cent. Hoe laat ben je morgen opgestaan? 7:15. En heb je dat er allemaal voor over? Ja. Want met deze sponsoractie viert het Van Manenbad het eigen 75-jarig bestaan. Het zwembad heeft het in de afgelopen jaren zelf ook niet gemakkelijk gehad. Geld voor een noodzakelijke verbouwing ontbrak. Er dreigde sluiting. Dat is nu opgelost. Tijd voor een ander soort actie. Dan doet het skyboxverhaal bij Feyenoord doet wel het een en ander. Daar was ik uitgenodigd. En Martijn van Stichting Move for MS was daar ook uitgenodigd. Het jarige zwembad wil laten zien nog helemaal van deze tijd te zijn. De eerste groep kinderen is inmiddels uitgezwommen. En wat hebben zij bij elkaar gebracht? Hebben we 47,10 euro bij elkaar gezwommen. Dus dat vind ik wel even een applaus. Hè? Ja, fantastisch natuurlijk. Zoals ik er blij ben, Jan Pot enorm dankbaar. Ze hadden ook een groot feest kunnen geven. Ja, nee, precies. Wat dat betreft is het uniek, denk ik. We hebben ons eventjes verdiept ook in de stichting Move for MS. Het is zo puur en zo echt dat we zoiets hadden van ja, dat past zo erg bij ons. Daar moeten we mee in zee. Tot en met aanstaande vrijdag zullen hele schoolklassen hun sponsorbaantje komen zwemmen in het Van Manenbad.